Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn we bij de 4 mijl van Assen. Wij gaan deze 6,4 kilometer afleggen. En ik hoop dat wij een mooie tijd neer gaan zetten en dat het een mooie run is. Kom maar mee! We hebben het startnummer op, dus we kunnen beginnen met de run. Ik ga naar de start toe. Volg mij maar mee, jongens. Ja, en ook hier allemaal, als je hier voor het podium langs loopt, heel veel succes bij jullie 4 mijl hier. En hier een hele groep van het Assessment-Centrum die ons zo ontzettend goed geholpen hebben gisteren bij het opbouwen. En straks nadat ze 4 mijl gelopen hebben, ook nog weer helpen afbreken. Kom hier allemaal van die prachtige 4 mijl shirts. Super hier. En dan hebben we zo langzamerhand... Gaan we richting de 5 minuten, waarbij we ruim de tijd hebben voordat hier de eerste junior binnenkomt. Zet hem op, Jan! zitten nu op de 3 kilometer en we kunnen zo even een beetje water gaan halen. En gezien het kabaal aan muziek, wat zeer copyright is, maak ik nu even het tussendoor drinkfilmpje. Alleen drinken we nog even niet. Ik zal zo even een lekker glaasje water pakken. Jongens, ik zie jullie dan weer bij de finish. Yo! Heerlijk. En nou, nog 3 kilometer te gaan. Ik zeg go. Het begint nu een klein beetje te regenen, dus het kan zijn dat jullie een zooi waterdruppels op de camera zien. Helaas heb ik er nog geen parapluutje voor. Dus ja, even niks aan te doen. Hopen dat de bui snel weer over is. Is ook nog 1,2 kilometer te gaan. Dus dat valt dan ook wel weer mee. Ik zeg tot bij de finish. We zijn er bijna bij de finish. Het gaat gebeuren. Hoppa! Gehaald met een leuk uitsprintje. En nou gaan we even bijkomen. Medaille ophalen. En de afsluiting in. Zie jullie zo bij de afsluiting, jongens. Tot zo. Nou, dat was hem weer. De 4 mijl van Assen. Ik heb hem in ongeveer 35 minuten gedaan, dus hartstikke lekker. Wij gaan even nagenieten nu. En wij gaan door naar morgen, de 8 van Drachten. Ja, weer in Friesland. In Friesland weten ze heel veel wedstrijden te organiseren. Dit was de allereerste van Drenthe. Ja, ik ga echt even rusten nu. En wij spreken elkaar weer bij de volgende video. Wij plappen hem weer open en ik zie jullie later. Tot ziens!